Hij is docent aan het Stanislas College in Pijnakker. Hij werd door het blad Bicycling uitgeroepen tot fietser van het jaar 2021. Hij fietste door alle gemeenten in Nederland en België, maar is ook niet vies van een colletje in de Pyreneeën. Hij geeft zijn fiets een naam. Nou, goedemorgen. Dit is Ron de Goeie. Ron de Goeie, jij bent gekozen tot de fietser van het jaar. Ja, dat klopt. Hoe werkt zoiets? Hoe dat werkt? Nou, er is een jaarlijkse nominatie die mensen kunnen doen voor fietsers. Ja. En wie de meeste stemmen krijgt, dit is de winnaar. En dit jaar heb ik de meeste stemmen gekregen. Het is een verkiezing, 5 mensen zijn genomineerd. En als wiskundeleraar hier verderop in het Stanislas College heb ik al mijn leerlingen gevraagd om te stemmen. En daardoor heb ik 6 keer zoveel stemmen gekregen dan de 4 anderen. Een van de leerlingen, en dat is bijzonder, is 3 VWO en heeft een TikTok-account, Lucas. We hebben samen een TikTok gemaakt en die TikTok die is ruim 150.000 keer bekeken. En dus ook heel veel keer op gestemd. En ja. Daarom ben ik blij dat ik mede door die reden genomineerd ben en gevorderd ben tot fietser van het jaar. Ja, dat tikt wel aan natuurlijk. Ja, leuk hè? Ja. Maar heb je altijd gefietst of is dat een hobby die later ontstaan is? Een hobby die later ontstaan is, de laatste 10 jaar. Eerst deed ik een beetje spinnen. En na het overlijden van mijn vader vond ik het therapeutisch goed om te gaan fietsen. Zo gezegd, zo gedaan. En daarna heb ik de smaak goed te pakken. En ben ik eerst rondjes om de kerk zeg maar gaan fietsen. En vervolgens ook bergen op in de Pyreneeën, in de Dolomieten. Ik ben van Italië terug naar huis gefietst. Ik ben van naar Frankrijk gefietst, naar Oostenrijk. Strava is een account wat door mensen wordt gebruikt, fietsers, om bij te houden waar je hebt gefietst. En hoe hard je hebt gefietst en hoeveel calorieën je hebt verbrand enzovoorts enzovoorts. Nederland heeft er 580 met de eilanden erbij, tv-tas. Dus ik ben daar overal doorheen gaan fietsen. En toen ik zover was, heb ik jullie gebeld. En gevraagd van, joh, misschien wel leuk om daar iets over te zeggen. Nou, was eigenlijk het verhaal. Nou, dat is niet goed genoeg, laat ik het dan maar zo zeggen. Of niet bijzonder genoeg. En toen dacht ik, nou weet je wat. Er is vast ook een challenge, en inderdaad, voor België en Luxemburg. Dus het afgelopen coronajaar heb ik van de nood een deugd gemaakt. Door België en door Luxemburg heen te fietsen. En dat was hartstikke leuk. Met mijn andere fiets, de Laila. Die had het zwaar. Deze fiets, deze nieuwe fiets. De Duke of Hazard. Ook... nu met mij. Nou, de televisieserie, zeg maar. Van de televisieserie, ja. Ja, ja, ja. Weet je waarom die de Duke heet? Nee. Dat is omdat de Dukes of Hazzard worden door de Mamils, middle-aged men in Lycra, worden die wel herkend. Van, oh ja, dat is uit mijn jeugd. En mensen die jonger zijn, die hebben dat niet door. Kortom, Mamils herken je dus als ze de Duke of Hazzard weten van de serie. Ja, want we maken er een beetje geintje van. Maar je ziet er natuurlijk niet echt uit als een hele slanke... Ik ben geen jonge Den. Ik val niet, als je het zo bedoelt, zo uit de boom. Nee. Ik ben een Bourgondier. Maar jij rijdt heel veel kilometers. Afgelopen jaar 12.000. Ja. Het gaat niet om hoeveel. Ik ken mensen die fietsen nog meer. Ik ken mensen die fietsen minder. Maar al met al, het gaat om het feit dat je geniet van de lange afstanden. 100, 200, 300. Ik heb zelfs een keer 400 plus gefietst. Allemaal leuk. Maar het gaat om de ride, hè? Het gaat om de journey en niet om de bestemming. Geboortekaartjes. Oh, wat zei de heden blij. Samson en Delilah hebben er een broertje bij. Ja. Samson is mijn mountainbike en Delilah is mijn vorige fiets. Toen ik dus die jongen die naar mij toe kwam, bovenop die autokam, en zei, bescheid met meisjes, wat? En ik zei, ja, maar ik heb ook een geboortekaartje en ik liet hem aan hem zien. Die zei, je bent niet goed bij je hoofd. Nee. Maar wel leuk genoeg om... Vond hij niet mannelijk? Hij vond niet mannelijk. Nee, het is wel mannen. Maar zo zei ik niet. Nee. Dus ik zei, weet je wat, je mag het wel hebben. Hij zei, dan gaan we een stukje over schrijven. Dus zo kwam van het een naar het ander. Dus ik ben nu niet alleen Mamil, maar ik ben volgens hem ook de opper-Mamil. Dus gewoon vertegenwoordiger van alle middle-aged men in Lycra.